Onverklaarbare momenten. Iedereen heeft ze wel eens gehad. Sommigen geloven dat het de geestenwereld is die erachter zit. In de afgelopen 2 seizoenen van De Spooktocht ben ik met een paranormaal team op stap gegaan naar de meest enge locaties in Nederland en België. Maar nu gaan we verder. Ik reis naar Ierland. Eenmaal daar overnacht ik in de meest bespookte school van de wereld. A lot of people were murdered. Ik ga een klooster in waar honderden vrouwen zijn mishandeld en vermoord door een groep nonnen. Dadelijk worden we opgesloten nu. Ja, ik ga er even uit, ik vertrouw deze shit niet. Ze beschermen de teringhard, ze sloten ons op. Ik bezoek psychiatrische ziekenhuizen waar patiënten in werden vastgehouden en waar barbaarse experimenten werden uitgeoefend. Infusies. Ik ga de uitdaging aan om in mijn eentje in dit griezelige pand te slapen. Daar gaat hij. En daar gaan wij. Oh nee. We laten gewoon onze vriend achter. Eenmaal diep in de nacht beland ik in een levende nachtmerrie. Nog dieper in de griezelige geestenwereld dan ooit tevoren. Dit is De Spooktocht seizoen 3. Nou, we zijn in Ierland aangekomen. We rijden nu naar Cork, het dorpje van de spooklocaties. Hallo. Sorry? Ja, yeah, can I pay with card? Have a good day. Zo, oké. We hebben hier in Ierland nog tolwegen. Zijn wij natuurlijk helemaal niet gewend in Nederland. En we zijn al helemaal niet gewend dat het stuur aan de rechterkant zit. Ik moet dus ook schakelen met mijn linkerhand en dat voelt allemaal super vreemd. En ik moet links rijden en alles is gespiegeld en dat is heel raar. Maar in ieder geval, we zijn in Ierland. Over 1:40 komen we aan in Cork. En dat is het dorpje, dat is de plaats waar wij de komende dagen ons verblijf hebben. Heel veel mensen zeiden het, ga meer overnachten en ga probeer het eens een keer in je eentje. En toen dacht ik van ja, fuck it, laat ik gewoon in seizoen 3 naar Ierland gaan. Laten we de allerengste locaties uitzoeken die er te vinden zijn in heel Europa. En laten we daar gaan kijken of er dingen te vinden zijn. En laat ik er dan uiteindelijk inderdaad in mijn eentje gaan overnachten de hele nacht. Ja, nog 1,5 uur rijden en dan zijn we er. Ik ben heel benieuwd, dit gaat echt wat worden. We reden met onze huurauto richting ons eerste hotel. Ons plan was om goede rust te pakken, om helemaal klaar te zijn om morgen naar het klooster te gaan. We zaten net te praten, want dat gordijn stond net open van het raam nog. We hadden het net hiervoor over wat wij allemaal verwachten van komende week, van al die spooklocaties. En in één keer hebben we alle drie een beetje het gevoel van oké, dat raam moet nu dicht, of die gordijnen, want we worden een soort van aangekeken. Dus ik doe dat gordijn dicht en je hoort gewoon geklop vanuit die muur of zo. Het voelt gewoon al gek of zo. En überhaupt heel Ierland vind ik nu al een beetje enge gevoel. Heb je dat niet? Bij de deur. Kijk dan in die spiegels. Kom kijken. Kijk. Je kan nog die deurvoetstappen zien. Kijk in die spiegeling. Ja. 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 Er staat iemand. Er staat iemand. Er staat iemand. Staat iemand? Niet. Staat iemand voor de deur? Zwart. Staat iemand voor de deur? Je ziet het, Andy. Je ziet het zwart. Ja, er staat iemand voor de deur. Het is een beetje een gekke scène. We zitten hier alle drie zonder shirt om bloot lichaam in de camera te praten, wat ik normaal niet graag doe. Maar we lagen al in bed klaar om te slapen en opeens gebeurt hier allemaal gekke shit. We horen geluiden. En wij beginnen ons te vertellen wat we voelen, hè, dat we een soort van worden tegengehouden om in Ierland überhaupt te zijn en dit te filmen, deze hele spooktocht. En op dat moment wil ik dit uitleggen aan jullie. Horen wij buiten aan onze deur gewoon geklop en er staat iemand voor onze deur. Nu is dat licht weg. Nu is het licht weg. Nu is dat licht weg. Kijk eens. Maar het zijn ook niet normale geluiden. En ook die soort van wind die je hoorde daarna. Na dat geluid wat we net aan het begin. Wat? Er stond echt iemand voor de deur. Kijk nu door dat gaatje. Op de deur. Die is nu leeg. Ja, het was en die hendel. Die hendel is ook een beetje verbogen. Ik zweer. Nee. Kijk, lampje.
Oké, het is goed geweest. Ik ga de camera weg doen. Dit is echt niet normaal. Tot morgen. Welkom iedereen, jongens en meiden, bij deze gloednieuwe aflevering van De Spooktocht seizoen 3. Seizoen 3 is hier, we zijn er, in Ierland. Het verschil met alle andere seizoenen is dat we op dit moment dus in een van de meest griezelige landen zijn. En dan denk je van, hey Ierland, ik ben er misschien wel een keer op vakantie geweest, dat viel wel mee. Nou geloof me, als jij in de geschiedenis van bepaalde plekken duikt van dit land, dan sta je echt versteld. Op dit moment staan wij geparkeerd voor een klooster waar 150 lijken zijn gevonden van vrouwen die hier werden opgesloten door de kerk. Dit klooster sloot op 25 september 1996 zijn deuren. En niet zonder reden. Dit was namelijk een zogenaamd Magdalenenklooster. Beruchte kloosters waar vrouwen tegen hun wil in werden opgesloten, omdat ze ongewenst zwanger of opstandig waren. Volgens de kerk waren ze een moreel gevaar voor de maatschappij. In totaal hebben in de vorige eeuw zo'n 30.000 Ierse vrouwen vastgezeten in deze Magdalenenkloosters. In deze gebouwen ging het er niet zacht aan toe. De vrouwen werden mishandeld en verkracht. Daarnaast werden hun kinderen vaak onwillig van ze afgepakt. De vrouwen wisten niet voor hoe lang ze vast zouden zitten en kregen een nieuwe naam, zodat het later onmogelijk was ze ooit nog terug te vinden. De verhalen van deze Magdalenenkloosters waren jarenlang verborgen gehouden door de kerk, vanwege schuld en schaamte. Toen de nonnen een deel van het klooster verkochten aan een projectontwikkelaar, kwam deze rampperiode aan het licht. Tijdens verbouwingen stuitte de projectontwikkelaar op een massagraf met 155 lijken. Al deze dode gevangen vrouwen waren ongemarkeerd. Het achterhalen van de namen van deze vrouwen was dan ook bijna onmogelijk. De Magdalenenkloosters moesten sluiten. En nu ligt het griezelige klooster er verlaten bij. Het heeft een tijd te koop gestaan, maar is alweer van de markt afgehaald omdat niemand geïnteresseerd is in het kopen ervan. En dat lijkt mij ook helemaal niet zo gek als je je even verdiept in de horrorgeschiedenis van deze plek. Deze vrouwen, ik heb het al verteld in de voice-over met geschiedenis. Maar dit waren vrouwen die bijvoorbeeld een kind kregen, zomaar plotseling. En in die tijd was het gek, zeker voor de kerk. Die vonden dat niet kunnen. En die zeiden, nou, vrouwen, kom hierheen. Kinderen werden afgepakt en die vrouwen werden mishandeld, werden verkracht. En uiteindelijk werden die zelfs in een massagraf gewoon neergegooid. Het is bizar wat hier gebeurd is. En wij gaan hier natuurlijk proberen in te komen, nu om even een kijkje te nemen. En eenmaal vannacht, dan gaat het echt gebeuren. Dan moeten we hier ingaan en kijken wat we aantreffen. Het schijnt echt vol te zitten met spoken als je alle verhalen op het internet leest. Er zijn bizar veel verhalen die over deze plek vertellen. Geesten, spoken, paranormale activiteiten, dingen die omvliegen. Het is bizar. Allemaal in dit klooster. Wij gaan er vannacht in en we gaan nu alvast een kijkje nemen. En vergeet natuurlijk sowieso even niet een blauw duimpje achter te laten op dit nieuwe avontuur. Als jij de spooktocht vet vindt, laten we gewoon gaan voor de 5000 likes. En dan komt die volgende aflevering ook snel online. En laat natuurlijk even in de reacties weten, want daar ben ik heel benieuwd naar. Of jij inmiddels al in geesten gelooft. Ik weet het nog steeds niet. Maar laat het even weten. Geloof je erin, geloof je er niet in? Heb je er ervaringen in? En dan kunnen we zien wat het weer gaat worden vandaag. Let's go. Wat is dit allemaal? Top security. Er zit ook een man daar achter in de auto. Want daarachter is het. Kijk eens. Daar ligt het klooster. Daarachter is het. Zie je hem door de bosjes? Ja. En dit gebouw is beschermd. Misschien heeft dit er wel niet mee te maken. Ja, wel. Er zijn meerdere beschermingsdingen. Hier zo één, daar twee. Maar dit is creepy, joh. En er zijn die hekken waar ik helemaal niet op kan. En kijk ook überhaupt die muur die hier omheen lag, hè. Kijk, die muur die dit klooster beveiligt. Ja, misschien omdat al die lijken hier gevonden zijn, dat kan ook, hè? Dat soort van mensen daar naar die botten gaan zoeken of zo. Want de vraag is natuurlijk of er van 150 mensen alle botten terug zijn gevonden. Nee, sowieso niet. Snap je? Dat is ook maar een schatting, hè? Zeg maar aan de hand van de kilo botten misschien of zo. Ja, dat kan echt. Dat is gewoon een gemiddelde. Maar je wil hierin, toch? Ja, ik wil hierin. Dan ben je gek. Ik zweer het. Ja, maar je ziet het daar liggen. Ja, dit is bizar. Kijk, het ligt gewoon hiervoor, hierachter. Daar ligt het. Het klooster. Gast, het ziet er eng uit, man. Mm-hmm. Zo. Ja, dit is echt lijp.
Maar ja, er zit een slot op. We moeten echt een andere ingang vinden. Misschien dat we hier omheen kunnen. Ik zie daar wel een stukje met een muurtje. Maar kijk, ook weer deze spikes hier, hè? Ja, deze zijn niet leuk, man. Deze valt wel mee. Ja, maar hier, daar links. Daar hebben ze echt geslepen, inderdaad. Die zijn inderdaad echt geslepen. Unfortunately, due construction work at this time for health and safety reasons, there is no access to Little Nelly. Wat is dat? Little Nelly's grave? Grave? Ja, dat is een graf. Dat is misschien wel dat massagraf, dat dat een soort van herdenkingsplek is. Ja. Dat zou goed kunnen, hoor. Dat je daar normaal heen kan, maar nu dan weer niet. Maar hoezo is het voor health and safety reasons? Ik geef toch wel mijn health, zeg maar. Ja, ik weet het ook niet. En dat je het wordt ook gewoon, kijk eens, overal top security, top security. Ja, maar er zit ook, daar zit ook gewoon een man, een politieagent zit in dat busje. Ja, die heeft er nou een politieagent. Ja, en op dat moment kwam de beveiliger naar ons toe. Ja, voor ons een uitgelezen kans om even wat te vragen over de geschiedenis van deze plek. We are now doing a tour in Ireland, okay. All around. And we did some research back home. And this is one of the locations we would like to make a photo. We don't have control of Apple in any way. It's okay. A different security company. Ah, okay. This is where basically mothers and their babies lived. Yeah. Years ago. So where the women used to work, basically washing clothes for the church. And then their kids were sent off for adoption. Ah, okay. Exactly. Yeah. Was it against their will or? Basically, yeah. Okay. We also read on the internet that there was a mass grave or something. There's one grave here. It's belonged to a little child. She was four years of age. Nelly was her name. She was a. They call her the woman of God, basically, or the child of God. She could see God, basically. Ik laat de jongens achter mij. Ik heb namelijk een manier gevonden waarop we waarschijnlijk wel op het terrein kunnen. Alleen ik wil 100% zeker weten dat dit lukt. En Govert en Tim die wachten in de auto. Als er iets gebeurt, kunnen we gelijk wegrijden en zijn we gewoon safe. Oké, dit wordt wel een beetje onhandig met die camera, maar komt goed. Als het goed is. Hier een klein stukje naar beneden. Hier heb je weer punthekken. Maar daar zou je omheen moeten kunnen. En dan als je hier naar beneden gaat, achter de hekken, ben je op het terrein voorbij de poort die daar is. Dus je bent al aan deze kant. En dan kan je er gewoon op. Uitkijk voor auto's die ook daarachter aankomen. Super spannend. Ze zeiden sowieso al net dat iemand de hele tijd aan het bewaken is. Dus ik ben echt omheen aan het sneaken, want die gast die zit daar gewoon. Hier zit één diep gat. En daar kun je ook niet vallen. Dikke spikes. Daar moet je omheen. Dan ben je gewoon daar. Zodra ik daar ben, kan ik er overheen lopen. En eraf. Er is dus een mogelijkheid om dit klooster te betreden. Wel een gevaarlijke, maar het is mogelijk. Ondertussen, terwijl ik met mijn drone bezig was, kwamen twee gasten naar ons toegelopen. Ze hadden iets te vertellen over dit klooster. Fucking hell, boy. Sick, hè? You know way inside there. That's not there. That's called good shepherd. Yeah, it was meant to be. Thanks a lot, boys. Bye bye. Dev, heb jij nog iets gevonden daar? Ja hoor, ik heb niet alles helemaal lekker vast kunnen leggen. De camera stopt op een gegeven moment ook, maar ik ben op de trein geweest. Echt? Je kon er gewoon op. Je kon erin? Ja, je kan er je gewoon kunt in. Je kunt in het klooster. Nou, ja, daar gaan we vanavond terug. Dus je kan voorbij het hek. Okay. Dat is, ja, wat moet ik wat ik verder moeten lopen? Ja, dat is bizar. Nee, nee. Dat is al lijp, nee, toch? Nee, nee. Zeg dat maar, is insane. Ik wilde niet het risico nemen om nu helemaal naar het klooster te lopen. Dit is super. Want die vent zit daar toch, ja. Oké, okay, dan door. Zouden we dus zometeen in het donker erin kunnen gaan. Wat wij dus net ook hebben, er kwamen twee boys hier aan. Die zeiden, je moet het verhaal van die Nelly achterna. En dat zei die bewaker net ook al. Dat is blijkbaar gods, het kind van God die hier is begraven geweest. Ja, wij dag. Zo, are there ghosts? En ze zeiden, zoek maar op. Ik zweer het je. Oké, het regent in één keer keihard, dus we zijn weer in de auto gezeten. We hebben in ieder geval de drone omhoog gedaan. We hebben gezien hoe groot het daar is en het is echt belachelijk. Het is een enorm klooster. Daarna kwamen die twee boys er aanlopen, die twee gasten. Waren best wel gekke gasten, ze hadden echt die traantjes getatoeëerd en alles. En je weet wat het betekent. In ieder geval, maar hun zeiden ook al, je moet het verhaal van die Nelly opzoeken. En blijkbaar is hij dus het kind van God begraven. Dat zei die bewaker ook al.
daarnaast zei ik van, are there ghosts in that? Toen zei hij ook iets van, nou, zoek maar op, weet je wel. Ja. Dus ja. Dit zegt genoeg. En in één keer, begint het keihard, bam, begint het keihard te regenen. Maar echt hard, ja. Kijk dan. Hard. Maar het beste van alles... We kunnen gewoon de trein op. We kunnen makkelijke trein op. Het is een kleine risico, want je wil niet aan de ene kant of de andere kant vallen. Maar het kan gewoon. Het is gewoon een haag. Het is geen eerste regen, het is gewoon een haag. Dilemma's, dilemma's. Ja. Ah. Ja, dilemma's. Ja, dit is de allereerste aflevering van de Spooktocht seizoen 3. Maar het is gelijk een super moeilijke. We hebben volgens mij echt de extreem moeilijkste gepakt en de meest mysterieuze ook. Ja. Wat er dus aan de hand is, we staan hier dus voor dit klooster. Het Magdalene klooster. Er zijn hier lijken gevonden. Ja, heb je al gezegd. Ja, 155 lijken, je mag het best zeggen. Dat is ook niet normaal. Nee, dat is niet normaal. Dat is ook als een massagraf is dat hier massagraf. Zo gewoon begraven. En ze hebben dat pas ontdekt toen het hier werd herbouwd, zeg maar. Het is nooit toegegeven, het werd geheim gedaan. In ieder geval, vanmiddag, we hebben gepraat met die beveiliger. En die zei al inderdaad, ja, die vrouwen werden hier tegen hun wil een beetje vastgehouden en kinderen afgepakt en zo. Maar hij zei ook dat hij niet dat pand beveiligt. Hij beveiligt niet dat klooster, maar een ander nonnenhuis, wat onderdeel was van dat hele klooster, maar nu niet meer. Dat is een ander beveiligingsbedrijf wat dat beveiligt, 24/7, dan het klooster. Maar het zit ernaast en hij is daar nu nog steeds. Hij zei toen ook al vanmiddag, ja. Ik beveilig het 24/7. Ja, hij niet, maar zijn bedrijf, ja. Waar hij voor werkt. En hij kan ook vanaf daar in principe gelijk dat trein oprijden. Ja. Hij zit al klaar in zijn auto. Wij dachten, het zal wel onzin zijn, weet je wel. We gaan gewoon nu s'avonds weer terug in het donker en hij zal er echt niet meer zijn. Maar hij is er nog. Dus als wij dat klooster nu ingaan, ziet hij ons sowieso. Want dat is naast dat ding wat hij beveiligt. Wat ik me dus afvraag, waarom zou je in godsnaam een verlaten gebouw zo goed beveiligen en zet je iemand dag in dag uit met een auto ervoor? Waarom doe je dat bij een verlaten gebouw? 24/7. Dan heb je toch iets te verbergen. Wij werken 8 uur per dag. Hè? De gemiddelde Nederlander verdient iets van 30.000, 35.000 per maand. Of per jaar. Ja. Per jaar werkt een uur of 8 per dag. Als hier 24/7 uur per uur iemand per dag moet staan. Dat kost fucking dan veel. Zit je op een ton of 1 of een ton of anderhalf of zo. Wat het kost voor die eigenaar. Ja, maar per jaar. Ja. Dat is toch absurd? Ja, maar je ziet ook continu auto's erin rijden. Er staan daar auto's. En wat doen die mensen in hun verlaten gebouw? Die beveiliger heeft het zelf gezegd. Dit gebouw is helemaal leeg. Er is niks meer hier. Maar het licht staat er wel mooi aan. Dit is een verlaten gebouw. Maar het licht staat aan. En er staan allemaal... Maar wat doen mensen in een verlaten gebouw? In een nonnengebouw? Maar het waar, was ook helemaal een hele afgesloten. Geschiedenis ja, van maar Wikipedia hij gaat natuurlijk ook was niet ook zeggen. Was ook helemaal afgesloten. Ja, maar hij gaat ook natuurlijk niet zeggen dat daar mensen zitten als hij daar mensen aan het bewaken is eventueel. Dadelijk is het een sect of zo. Nou ja, ik denk inderdaad eerder dat het iets van een sect is. Maar dat heeft weer te maken met het verhaal van die Nelly, denk ik. Little man. Nelly, ja. Want dat is niet zomaar iets, hè? Nee, je hebt natuurlijk God, je hebt Jezus. Jezus wordt soort van gezien als de zoon van God. En iedereen aanbidt Jezus, want dat is de zoon van God. Nu heb je dus Little Nelly. En dat schijnt dus de dochter van God te zijn. Dat meisje was 4 jaar oud en toen is ze doodgegaan omdat ze iets aan de voeten einde van haar bed zag. Dat wordt beweerd. Het gaat erom dat in die 4 jaar tijd door de paus zelfs werd gewoon bevestigd dat de dochter van God was. En het ding is, zij is hier begraven. Zij ligt hier. Haar tombe ligt daar. Haar tombe. Dus niet is er maar crypt, gewoon een ondergrondse tombe. Die ligt hier bij dit verlaten klooster. En ook naast het gebouw wat nu beveiligd wordt. Dus het kan inderdaad goed dat hier een of andere gekke secte zit of zo. Die soort van, want het licht brandt in dit pand. De 24/7 staat er een top security voor. Misschien onderzoeken ze heel dat ding wel. Misschien wordt die tombe wel uitgegraven. Zij niet vergaat. Alles bleef goed aan ze haar. Ze doen er één keer langs rijden even. Kijk wat ze daar aan het doen zijn. Ik ga liever dan er langs lopen. Want dat valt iets minder op. Dan ja, lopen we er toch gewoon heen. Ja, dan kunnen we gewoon, ja. Beter doen we dat. We gaan er heen lopen. En een beetje in het donker, ja. We staan klaar. Dit is zo gestoord. Oh, kijk dit, hè. Dit is die muur van dit klooster. Kijk eens. Kijk hoe goed dit beveiligd is vroeger al. Vroeger zaten die vrouwen hier gevangen. Ze werden hier verkracht en mishandeld. Puur alleen omdat ze een kind hadden waar ze geen vader aan konden gelijk wijzen.
Dat vond de kerk niet goed. Ze werden opgesloten hier, ze werden mishandeld, verkracht, ze moesten werken. En ze werden gewoon gevangen genomen. En die konden hier echt niet overheen klimmen, die zaten gewoon dicht hierachter. En vaak tot hun dood, hè, want die 155 lijken die gevonden zijn, die vrouwen hebben hier tot hun dood gevangen gezeten. Bizar. Dat is toch zo erg. Maar er zijn zoveel verhalen in de wereld van spoken en geesten en zo, dat je bijna gaat twijfelen of het echt zo is. Maar ik wil gewoon die nuchtere guy blijven. Die denkt van, nee man, het is gewoon een beetje lucht, gras, bomen, weet je. Het is helemaal niks aan de hand, snap je? Ja. Maar ja, je gaat, weet je, wij hebben gewoon 2 seizoenen nu meegemaakt. Je gaat echt twijfelen. Maar je gaat ook, je voelt ook shit en je voelt stress. Ja. Denk ik. Ik denk dat het stress is wat je voelt. Ja, je voelt... En komt dat dan omdat je zelf bang bent en jezelf gek zit te maken? Of komt dat omdat er echt een energie invloed en maakt? En dat is lastig te weten. Dat kan je niet pijlen. En daar willen we dat onderzoeken. En daarom wilde ik ook eigenlijk dit seizoen als verandering ten opzichte van de andere seizoenen hebben. Nou, wat je hebt zijn wel bizarre verhalen, man. Ja, dat sowieso. Maar het liefst wilde ik, zeg maar, echt alleen gaan overnachten tot de zonsopgang. Zodat ik, zeg maar, want alleen ben je super vatbaar blijkbaar voor paranormale activiteit. Dat staat overal, dat zeggen alle go-centers. Ja, als het al zo'n meisje kan vermoorden... Ja, ze zeggen inderdaad toch dat die ghost is of zo. Daardoor is die Nelly dood gegaan. Nelly is dood door een ghost. En zij ligt nu hier in de tombe. Ondertussen zijn 155 vrouwen hier dood in de massagraf gegooid. Die zijn gevangen gehouden. Weet je wat ik nog wil zeggen? Zeg maar, je hebt heel veel geestverhalen en heel veel dingen. Maar de lijpste verhalen zijn wel echt met zulke dingen. Zeg maar, als ze echt zeggen van doe het niet, ga het niet. Nou, dan met dingen is, zeg maar... Overal op internet staat dat die geesten van die vrouwen hier zijn. Je hebt dan ook echt gewoon de dochter van God die hier begraven ligt. Dat zijn echt wel lijpe dingen. Ja. En hoe dit beveiligd wordt, lijkt het echt alsof een soort van secte nog actief is hier. Ja, maar het wordt zo hard beveiligd. Zeg maar, gewoon normale nonnen en gelovigen, dat is natuurlijk gewoon super rustig en normaal, weet je wel. Die zijn heel relaxed. Maar dit waren verkeerde nonnen. Deze nonnen waren ook onderdeel van een secte, want die hebben die vrouwen gevangen gehouden en vermoord. Ja. Dat waren geen normale nonnen. Dus wij bedoelen hier inderdaad ook niks mee richting christelijke, katholieken of gelovigen dat die slecht zijn. Deze nonnen die hier zaten en de kerk die opdracht gaf om deze vrouwen gevangen te nemen, was niet de normale kerk. Dat waren gewoon, was een sectekerk. En ik heb bijna het idee alsof dat soort van nog bestaat nu. Dat het daarom zo beveiligd wordt. Zo. Ja, maar zulke dingen bestaan. Dat gevangen genomen wordt door die mensen. Ja, maar dat als wij nu daarin gaan, dat wij zo... Dat is gewoon normaal. Hier, er staan auto's. Waarom staan de auto's bij een verlaten gebouw? Wat is dat op die bord? Wat zijn die soort van kruisen? Maar waarom staan de auto's bij een verlaten gebouw? Dit klopt echt niet. Wat zijn die kruisen, die vierkantjes? Hier klopt geen reet van. Ik zweer het, er klopt geen reet van. Oeh, zo kreeg een hartaanval. Er liep hier iets. Wat? Ik zweer het. Ik zag een gewaad langs lopen. Nee, hou je bek. Nee, echt. Ik kreeg echt een rilling as fuck, vriend. Ik ook. What the fuck? Nee, ik zie niks, maar ik voel het, vriend. Ik kreeg echt een naar gevoel en ik zag gewoon een schim weggaan. Ik zweer. Ik had echt het gevoel alsof er een vent naast me stond. Echt? Letterlijk. Ik voelde alsof er iemand naast me stond. Het voelde alsof hier iemand naast mij stond en me aan wou raken. We gaan. Maar jongens, even serieus. Dit is niet verlaten. Dit is niet verlaten. Het licht brandt daar. Ze zijn hier iets aan het doen. Vleut er nou iemand? Staat die auto daar? Ja, die auto staat daar. Zie jij, zit daarmee. Ja? Zit hij daar? Zie je het? Top. Gast, er staan hier 2 auto's. Ja, er staan hier 2 auto's. Oké, maar die tombe van die Nelly is dus hier achter. Dat zit in dit. Daarachter. Achter bij dit. Maar wat zijn ze hier dan aan het doen, bro? Gast, al die lichten staan hier aan. Er staan meerdere auto's voor. Zeg hij zei vanmiddag, dat heb je op film. Hier, dit is verlaten, zei hij. Er is hier niks. Ja, maar ik geloof het niet. Dat hij is het niet zo. Kijk dan. Op het terrein zit hij in zijn auto om dit te beveiligen. En hij beveiligt mensen daarin. Hij beveiligt mensen daarin. Ik zweer het je. Dit is echt iets veel met huis. Hier zitten nonnen, dat zei hij. Het leek echt alsof ik zo'n nonnen-ding hoor. Zo. Ah. Ja, maar ze willen eigenlijk zit er een nonnen in. Ja, maar dat maakt niet uit. We gaan hier weg. Zie je het? Ja, je ziet het daar. Zie je het? En daar ligt dus ook die... Oh, what the fuck, man? Huh? Maak jij dat geluid, Def? Nee. Huh? Maakte jij dat geluid niet? Nee. Wat was dat? Wat was dat? Er is hier een heel akelig gevoel hangt hier. Yo, hoezo gaat dit bordje in één keer? Jongens, what the fuck gebeurt er? Dat is het bordje van Nelly, hè? Dat is het bordje nu beweegt. Van Nelly.
Dat is dat nee, bordje. Staat daar dat van Nelly op? Want dan is het echt. Ja, hè? Het bordje van Nelly beweegt. Nee. Kijk hier. Als dat zo is. Nelly's grave. No nee. access. No access to little Nelly's grave. Temporary situation. This is a temporary situation only we would. Hoezo is dit een rare situatie? Ze zijn iets aan het onderzoeken hier. Er is iets gaande. Rare situatie. Nu kunnen jullie even niet naar Nelly's grave. Zullen we het vragen? Spiritual Center, well. Good Stepper Sisters. Private. Oh, er komt gewoon een auto weer. Ik ben even in de war. Bro. Dadelijk worden we opgesloten nu. Ja. Ik ga er even uit, ik vertrouw deze shit niet. Dadelijk sluit eens op, vriend. Ze beschermen dit tering hard. Ze beschermen dit tyfus hard. Ze beschermen dit fucking hard, goof. Dit kan geen tyfus. Nu gaat hij stilstaan. Hij stopt daar. Weg, we moeten weg. Dadelijk worden ze helemaal gek. Dadelijk worden ze helemaal gek. Doe op slot, doe op slot, bro, doe op slot. Ik zweer het je, dit is lijp. Oh, dit is allemaal te veel toeval. Toen die auto daar stil stond, daar naar voren kwam, ik keek achterom en ik zag die auto weer die lichten, die gevarenlichten geven, deze. Ja, ze ik zijn er naar elkaar, ze spreken met elkaar af. Luister. Ze sloten ons gewoon op. Weet je wat er gebeurde? Zag je die twee auto's die daar stonden? Geparkeerd. Ja. Die twee auto's die daar geparkeerd stonden, daar stapte net iemand uit. Nee. Ja, dat zeg ik net. Zat er iemand in? Er stapte iemand uit. Er zat de hele tijd iemand uit. Waarschijnlijk was dat het geluid wat jij zei, maak jij dat def. Want dat, dat was dat bordje niet wat geluid maakte. Nee, dat fucking rechterauto. Dat bordje was aan het bewegen, bro. Dat bordje was wel. Maar waarom wordt dit beveiligd door vier auto's, vriend? Ja, waarom? Hoezo? En komt er iemand bro? Hier, nee, 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 nee. Ja, ik zag weer wat. Ja, die grote lamp. En nee. Ze gaan weer met die auto, bro. Fuck aan, nog meer mensen, man. Bro, ga hier uit. Rij hier gewoon uit, man. Maak die footage al even. Oh, joh. Bam, hebben die deur? Ja. Zag je die deur? Ja. Die dicht smijt. Ja. Het is hier niet oké. Okay. Linker. Het is niet oké. Okay. Oh, joh. Toen wij gegaan als we die keuze hadden. Die beveiligingsbus komt eraan, jongens. Er komt een auto, wow. Volgt ons. Als we dat. Ja? Die auto volgt ons. Ja. Hij gaat daar nu stoppen. Hij stopt daar nu. Er stopt daar weer een. Wat nee, nee, ze gaat toch weer rijden. Bro, rij hier weg. Nee. Zo, we zijn weg. Yep. We zijn weg. Poeh. Dit is echt niet normaal. Als het zo begint, spooktocht, dan belooft het echt. Ja, ik weet niet of dit heel veel goeds betekent. Ik denk eerder heel veel slechts. Maar ja, dat is een beetje wat we opzoeken met deze serie, hè. Gewoon enge verhalen, spannende momenten, dingen die je eigenlijk niet wilt weten in de wereld, dat ze überhaupt bestaan. Nee, ja, toch? Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, wat er met al die vrouwen hier is gebeurd, zeg maar, weet je wel. Je leest je pas daarop in als je het gaat opzoeken, weet je wel. Ik wist dat echt allemaal niet, dat gewoon tot tientallen jaren geleden, dat gewoon tot die tijd gewoon vrouwen werden vastgehouden door bepaalde nonnen en kerken en sectes en gewoon werden verkracht, vermoord, kinderen af werden gepakt. Ik wist dat echt allemaal niet. Nee, maar dan voelt het ook ineens zo recent of zo. Ja, dat voelt heel echt, weet je. Er ja, worden gewoon nu door verschillende bladen in Nederland, bijvoorbeeld de Trouw heeft daar een mooie interview over geschreven, worden vrouwen geïnterviewd die gewoon dat hebben meegemaakt en nog zijn ontkomen daaruit. In ieder geval, wij gaan naar het hotel toe, wij gaan slapen, ik ga hier niet meer overnachten vannacht, we gaan hier niet meer naar binnen. Het wordt super top beveiligd. Het is te gestoord, we werden achtervolgd door die hele buurt. Iedereen let daar op. Gewoon, dit is onszelf killen als we hierin gaan. Dus dat gaan we niet doen. In ieder geval, we zijn wel weer een stukje dichterbij om allemaal verhalen te onthullen. En allerlei mysterieën gewoon verder te weten hoe dat allemaal hier gaat in Ierland. Ja. De kerk heeft het heel lang voor zich willen houden dat ze dat allemaal niet doen. Want het is super slecht voor de naam. En, in ieder geval, wij gaan naar het hotel toe. Wij gaan morgen gewoon weer naar een nieuwe locatie voor de spooktocht. Maar dat zeg ik verkeerd. Want de dag erna gingen wij niet naar een nieuwe locatie. We hebben het toch geprobeerd om dit klooster in te gaan. En jawel, dat is gelukt. In de volgende aflevering zie je dan ook dat wij naar dit spookklooster gaan. En geloof me, dat wil je niet missen. Als jullie zoveel mogelijk likes en reacties achterlaten op deze video, komt dat deel zo snel mogelijk online. Laten we zeggen dat bij de 7.500 likes deze video aanstaande woensdag al online komt. Maar dit was het in ieder geval voor de allereerste aflevering van de Spooktocht seizoen 3, Next Level. Vond je dit vet? Laat het even weten in de reacties. En dan zie ik jou weer gewoon bij de volgende aflevering van de Spooktocht.